Hallo kijkers, tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video van Minecraft Hardcore Survival. De vorige keer zaten we in de Nether en dat ging bijna fout. Verplaatsen, verplaatsen, verplaatsen. Wow, net op tijd. Maar nu ben ik even teruggekeerd naar de overworld. Wat ik eigenlijk in deze video wil maken is een automatische farm. Ik wil die hier zo maken. Er moet 4 blokjes zijn aangezien ja, water gewassen planten op tot 4 blokjes naast water. Dan moet ik dit hier even 8 blokken uitbreiden. Ik ga er later ook nog een gebouw rond maken. Voor nu wil ik gewoon dat de farm werkt en dan maak ik er later wel een groot gebouw rond deze farm. Zodat het ook een beetje versierd is. Hier moeten we van hieruit moeten we 7 blokjes verder gaan. Dus dat is al 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Even opvullen. Het redstone ga ik deze kant doen en dan doe ik aan deze zijkant en hier ook aan deze zijkant water. Dit mag hier even opgevuld worden. Ik ga mijn water al plaatsen. Zo. Nu die kant niet vergeten. Toen ik ook mijn bricks ga bouwen. Hier komen dispensers, zodat die water kunnen afvuren. Hopelijk heb ik nog genoeg bogen om een dispenser te maken. Voor nog wat touw, dat is goed voor de boog. Zo. Hier genoeg kobbel. Kan ik alle dispensers maken. Ah, we hebben nog één dispenser tekort. Geen boog meer, dus. Ja, moeten we even op spinnenjacht of zo gaan. Zodat die touw kunnen droppen voor onze boog. Of een skeleton die zijn boog dropt, kan ook. Misschien kan ik ondertussen al het redstone gedeelte wat doen. Zo, dat zijn dus de repeaters. Dan moet dit redstone signaal afgaan. Even repeater plaatsen. Dan komt de redstone hier zo. En dan hier wat repeaters. De dispensers komen hier. Mag dit ook even uitgebreid worden. Tot hier zo. En ik weet dat ik de laatste tijd wat minder upload. Vooral van deze serie. Maar dat komt grotendeels omdat ik het druk heb met ja, de opleiding die ik volg en waarom is dit hier geen water. Ja, nu is het opgelost. En voor de mensen die zich afvragen wat volg ik. Ik volg sinds dit jaar logistiek. Oké, hopelijk spannen er wat spiders voor hun touw. Of een skeleton die een boog dropt. Ah, spinnen. Die toppen touw waarmee ik een boogje kan maken. Oeps. Dat is al één touw. Ik ga dit ding gewoon laten groeien. Ik ben benieuwd tot hoe hoog dit komt. En kun je hier ook in klimmen? Ja, dat gaat. Dus dat is ook wel leuk. Oeh, zombie villager. Kan hem misschien opsluiten. Ja, komt u maar. Dit moet je even in het gat lopen. Is nog best lastig te doen. Ah, we hebben hem. Hij heeft een wapen in zijn handen, dus als het goed is, dan blijft hij daar. Als hij iets in zijn handen heeft. Daar is een spider. De zon is weer op, een mooi moment om weer verder te werken. Oh nee, ik ben gepotioned. Maar gelukkig dropt ze ook een fire resistance potion. Dan heb ik er dan toch nog iets voor teruggekregen. Die fire resistance potions zijn wel handig. Die hebben hem vorige keer gered en oh nee, ik ben heel laag. Die creeper kan me doden, dus ik zal maar even terugtrekken.
Ik kwam maar een halfvaart hier van Hannover. Nu al eten. Oké. Hup. Eerste slag. Tweede slag. En nu. Oké, we hebben het creeper. Ik heb geen eieren meer, bijna geen eieren meer over hebben door al die hoppers. Ik kan best misschien ook een eierenvormpje maken. De hoppers gaan dan recht in de kist. Die slabs plaats ik hier zo. Want zodat het de gewassen niet voorbij de hoppers stromen. Wat ik nog moet doen is de hoppers vullen met water. Dan kan ik alle buckets vullen en dan in de hoppers steken. Nu even een laatste test doen. Dus het water moet als het goed is tot hier. Oh, deze gaat hier nog niet. Oh ja, was ik even vergeten te doen. Gelukkig dat ik nog een test deed. Ik was vergeten redstone hier nog te plaatsen. Ah, maar nu is het even vervelend hoor, want nu loopt het niet gelijk. Daar heb ik een oplossing voor. Zo, nu zou het wolken weer gelijk moeten stromen. Ja, het klopt gelijk. Dus dit was dan de farm. Ga ik het hier even allemaal zorg dat hier allemaal farmgebied wordt. Door die ding hier kunnen we net nog dat water zo zien. Maar dat is niet echt zo'n groot probleem. Nu alles planten met seeds. Ik wil je bij deze bedanken om te kijken naar deze video. Hopelijk vond je het leuk. Laat het dan weten in de reacties. En dan zie ik je weer terug bij een volgende video maar weer. Dus ja, doei doei.